Welkom bij Moosa TV, waarin u weer kunt kijken naar een nieuw item over het basisonderwijs in Maastricht. Met aantekeningen voor bijzondere schoolactiviteiten, samenwerking tussen school en de omgeving of andere nieuwtjes vanuit het onderwijs. Ik wens u veel kijkplezier. In september 2016 moet hier op de Holhoes-locatie tussen Limmel en Nazareth een nieuw kindcentrum verrijzen onder de naam de Geluksvogel. Ondanks dat er veel leegstand is in de stad, is hier toch gekozen voor nieuwbouw. Nou, dat heeft te maken met de hele wijkontwikkeling. De wijken Limmel en Nazareth krijgen een nieuw centrum. Kloppend hart, dat wordt de Holhoeslocatie. locatie. En daar komt ook de nieuwbouw van de school te liggen. En dat is voor ons natuurlijk een unieke kans om vanuit twee schoolgebouwen samen te komen in één gebouw. De geluksvogel moet in modern en compleet kindcentrum worden dat op alle onderdelen is voorbereid op de toekomst. Een bijzondere uitdaging, ook voor de architect. Wij hebben getracht als architecten, vanuit onze visie, om een school neer te zetten wat niet traditioneel en niet klassicaal oogt. Dus dat de klaslokalen allemaal opengezet kunnen worden, dus instructielokalen. Dus wat je ziet meestal bij scholen zijn afgesloten ruimtes. En wij hebben geprobeerd zo'n open mogelijke ruimte te creëren, invulling te geven aan de school. Nu is er gekozen voor een bijzondere naam, de geluksvogel. Van waar deze naam? Nou, de naam de geluksvogel symboliseert waar wij voor staan. Wij geloven in krachtige persoonlijke ontwikkeling van het kind, en daarin is het gelukkig voelen op school in een veilige omgeving heel belangrijk. Leerlingen van basisschool het Spoor in Limmel en Nazareth, die nu nog op twee verschillende locaties zitten, worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen van een nieuwe school. Een kleurrijke vloer voor in, de, voor in de gang en ook betere meubels. Ik vind het ook wel belangrijk dat er een betere bibliotheek is, die wat groter is en natuurlijk ook de kleuren, want hier heb je niet heel veel kleuren. Nou, dat we bij elke les, dat hoop ik tenminste, bij elke, le, bij elke vak in een andere lokaal zetten. Bijvoorbeeld bij handvaardigheid, dat we dan in een ander lokaal zitten en bij rekenen weer een andere. En, en, en uh, dat zou ik dan graag wel willen. Het is een heel duurzame school. Uh, dat betekent, we hebben heel goed nagedacht over het gebruik van de materialen, over een groene omgeving. Um, de architectuur is een onderdeel van, de, van het onderwijssysteem. En we hebben een energie-neutrale school bedacht. Dus door middel van zonnepanelen op het dak. En door een water-koude opslag systeem. Het zit midden in het centrum tussen Limmel Nazareth. Open karakter voor ook andere doeleinden, verenigingen en alles. Nou, de bedoeling is dat het kindcentrum dat wij ook samenwerken met de partners, maar ook met alle partners die actief zijn in de wijk. En dat, uh, um, ja, in principe komt er ook een hele grote mooie gymzaal bij. Dus er zullen sportactiviteiten zijn, maar ook activiteiten na schooltijd. Dus uh, ja, daar gaan we wel vanuit. Dat jullie straks samen zitten op één school, vind je dat? Ja, ik vind dat heel leuk, want dan kun je ook nieuwe vrienden en vriendinnetjes maken en je leert ook andere kinderen kennen. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van Kindcentrum De Geluksvogel? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via onderstaand adres. Bedankt voor het kijken naar Boezemieren TV en graag tot de volgende keer.